Stadsprins om voldoen. Dan moet je leren van het volk zien. Hè. Een echte jong van het volk. En dit moet zich manifesteren. Een vaste loop en doel te dragen. En wie draagt een goede stadsprins dat doen? Dat is goed dat ze het volk begeven. Want die gewoon allemaal achtergrond. Al die deugd. En ja, ik denk afgelopen jaar Horry. Kennen we allemaal. Wat een schitterende stadsprins. En ik denk dat voor dit jaar ook een hele goede kreeg. Ja, dat is heel lastig te zeggen. Hè? Want eigenlijk ben ik zelf ook niet zo carnavalesk mee bezig. Ik doe wel heel veel zingen en optreden met de carnaval. Maar ja, een goede staatsprins, ja, zo wie hij in Maastricht altijd ieder jaar is, moet een goede bekende zien. En uiteraard is het altijd een goede bekende. Ja, en moet natuurlijk 100% voor de vastelavond gewoon. En daar kan ik dit jaar nu ook weer op verwachten dat het een goede bekende is. Die natuurlijk voor de roetgeel en groen geeft. Wie brengt toch die rust nog klaar? De eerste reactie om mee te maken stond. Ja, de eerste reactie, kind ze niet beschreven. Je hebt van alles door het cupje heen. En dan ben je zo meteen, zei Ankus van, stonden genoeg lui? Zien ze wel hij allemaal? Ja, dan is iedereen daar, dat is fantastisch. En die reactie van de lui, je sticht dan onder dat masker, hoe komt, wie is dat dan? Nou, ik heb eigenlijk vanaf vanmorgen vroeg, eigenlijk al vanaf vannacht, kreeg ik in de havenklap appjes en sms'jes binnen van, Odin, voorzien is morgen. En dan steeds op de buurt en die moesten zeggen, nee, ik ben het echt niet, ik ben het echt niet. Ja, en op een gegeven moment is dat niet te stoppen en zus is onderweg stonden. Dan winkt ze een keer naast en een hoop stotsen in weet en ze weten het voor 90% zeker niet. 10% hoop erop. Ja, en dan gaat dat masker af. En dan zus de reacties van mijn vriend. Mocht ik helemaal te legen, wat zo vervelend was. Ja, en dan vinden ze het fantastisch en ze gunnen het dan nog. Wie lang hebben ze het in de mommel te houden? 4,5. Ondraaglijke week waren dat. Ongelooflijk. Ja, ik ben tussendoor nog een weekend op Barcelona geweest om er tussenuit te zien. Krijg ze de keersdag nog ertussen. Ja, en dan moest ze liggen. Dan bleef ze liggen. En dan zeg ik tegen mijn mama en tegen mijn broers, nee, ik gebeur het echt niet. Kind niet, het is niet zo. Ja, en gisteravond mogen ze het dan vertellen. Ja, dat is fantastisch. Heerlijk. Ik wens je in ieder geval een hele plezierige vastelavond. Goeie dichter door en veel plezier. Dank, en geef allemaal hetzelfde. En blijf luisteren en kijken naar RTV Maastricht. Want je volgt dat natuurlijk ook fantastisch op te volgen. Dank. Goedemiddag, ik ben Ingrid Havertz, geboren en getogen in Maastricht. Goed en vast lavensleefhebber. En ik heb de eer om al 40 jaar bij het Zaad Hermenieke uit de Keuns met te lopen.
40 jaar is natuurlijk niet niks. En het moment dat we hier geboren zijn, dat is nu voor de 41ste keer, precies vandaag. Nummer 2 is dat gebeurd. En dat is gebeurd in de Ozakaat. Er waren een aantal dames die werkten bij de POS. En die pakten zich bij hen en die zachten tegen hen. Zelfde weer aanstonden dinsdag eens met elkaar op stap gewoon. En dan gewoon van achter de monika aan. En Tini Hensen, dat was de initiator daarvan, die heeft dat gevraagd aan de Mia Jungsleger die de monika had. En Harry Hensen, die speelde op dat moment op de monika. En dan leven we in een periode van 40 jaar geleden, hoe de vastelavond wiet op zijn gaat lag en er maar weinig te doen was. En op dat moment zien we met de monika opgetrokken, maar dat gebeurde niet alleen met de monika. We waren ook nog met een trommelke, komen eindelijk in de voorschijn. En Harry van Unspeet, die had goede connecties in de OZK, die kwam er wel eens in de kier. En die vroeg aan Annie Krol, Annie hup zich neer een dikke gym. Ja, zei Annie, die leek onder in de kelder. Opgehaald, er vuil erop, maar dat maakte niet uit. Ze deegden in elk geval. En we hadden ook nog een paar klaters. En die middag zien we voor de allereerste keer uitgetrokken, samen met de dames van de PTT en hun mannen, die elkaar heel goed conserveerden en wat een heel erg gezellig gezelschap. Ik ben ongeveer tien jaar naar Emigreet erbij gekomen. Maar het zonder eerste jaar had ik toen een tuitje bij me. En toen dacht ik, nou, volgend jaar spel ik van put. En inderdaad, ik heb van put gekozen. Ik wist niet of het ging jaar te hebben. Ik had een ander laten blozen, maar die ging. En een jaar daarna heb ik dus met gespeeld, ja. Wat ook nog leuk is om te vertellen, denk ik, is de naam. Hoe we zijn gekomen zien. Jazeker. We hadden Teun, daar hoorde de dikke gym, Teun Voors. En die zag iedere keer, die fluiten altijd, dat ze hoorden. Oetekeuns, het is Oetekeuns. En zo is zijn naam van us ontstaan. Ik wil nog even een klein anekdote vertellen voor dat Jeff reageert. Van het moment van de geboorte, zeg maar. Maatje die was kaartmeisje en die had zo'n stekje met zo'n belke aan. En toen zei Theo Dingena, meisje, mag ik dat stekje van je hebben? Dus de eerste dag dat we geboren zijn, hadden we ook al meteen een tamboemeter erbij. En we komen de Helmstraat op en dat loopt een heel klein beetje omhoog. En Theo goed het stekje omhoog. En dan moet een kleine splagaat maken en zijn volkszuiver vuurt op achter. Open. Maar weer zitten niet voor een leukske. Dus het stabinneke van de ma van Michel, dat wordt goed gedaan van Fieke. Theo trekt zich dat stabinneke aan en de Harmony trekt gewoon weer met of zonder look in de broek. Ik ben Jeff Duchateau. Ik ben volgens mij al naar Rob bijgekomen in 77, meen ik, als ik het gehoord heb, met mijn vrouw uiteraard. En toen hadden we nog geen kinderen, want Fabian is van 78 en Vivian is van 80. Ik ben daarbij gekomen en toen was het een leuke club. Het is nog een leuke club en we proberen dat ook zo te houden. En ja, als ik zie wat hij om jeugd nu weer bijkomt, Dan denk ik toch dat we dat nog een lengte van jaren kunnen volhouden. Dus ik hoop dat dat zo blijft. Mag ik dat tegen u zeggen? Ja, eigenlijk niet, want de Brandymakers hebben geen prinses. Ik ben de vrouw van de prins. Eugène, wie vindt het een vrouw te zien van Prins Carnaval, van Lummel en Nazareth? Nou, tot ik dit heb mag meemaken, vind ik gewoon prachtig. Ook op onze leeftijd, toch vooral gaat ouder zien. Het is echt geweldig. De sfeer, de vrouwlui, de manslui, ja, dat is gewoon top. Heerlijk. De spekskes die zien veerdig, de prins is al bekend. Leuke glazen stonden in douche, de cent die zien gepint. Maar één ding is niet zeker, dat is niks om te doen. De schoven op de slachten en vroegen gans geboen. Wie brengt nog een beurs nog later?
Wat staat nog allemaal op het programma voor de komende weken? Nou, heel veel. Want we hebben vrede, zaterdag en zondag. Nu hebben we voor dinsdag gehad, we hebben donderdag gehad. En dan vrede, zaterdag en zondag. En de week erop. En wat gaat door? Tot na de carnaval. Dus dan zien we misschien een paar duizend of we gaan vrij hebben. Maar dan maakt niks uit. Lang leven de loop. De minimaal, die komt van Leumel, die komt eigenlijk van Wiekerpoort. Maar we hebben gewoon al 38 jaar in Nazareth. En Nazareth is zijn huis, maar Leumel ook. Want hij komt weer op stap. Hij ziet vooral die dat gaat te doen is. Dus het is één, of het moet één zien, mag ik het zo zeggen. Maar het is één, Nazareth en Leumel. Prins Huub ten Eerste. Hier zit prins van twee buurten. Leumel en Nazareth. Is dat goed te combineren? Ja, dat is prima te combineren. We begonnen nog verenigingen in Nazareth en in Leumel. Dus dat gaat prachtig. Fijn. En zien er ook bij de Raad van Elf luiven bij de buurten? Ja, ja, want bij de buurten zien we de Raad van Elf. En is er altijd is één jaar een prins van Leumel en dan weer van Nazareth of toch niet? Ja, dat is meestal de bedoeling, de ene van Leumel en de ene van Nazareth. Maar ja, het is soms moeilijk voor een te vinden. Voor prinsenleuren dus. En we hebben het vorig jaar of twee jaar geleden hebben ze twee keer achter een van Leumel gehad. Ja, nu hebben ze dan toevallig een van Nazareth. Dus hier zit van Nazareth? Ik ben van Nazareth, ja. Wat zit er nog allemaal op het programma voor tot het vastelovend is? Nou, we hebben nog ongeveer 20, 24 uittrekkingen en sommige verenigingen. Dus we hebben nog wat te doen. Kijk je voorlopig nog vooruit? Heb je zin erin? Ik heb altijd te zin hier, trainen. Oh, dus ik heb ook al een weekend ook. Dus, Weekend ook? Ja, ja, zeker. Hoe gelustig jij? Wie voelt het een prins te zien van Groot Maastricht? Ja, dat is fantastisch. Ze zeggen altijd van tot zijn achtbaan terechtkomst van emoties. Ik ken een hoop als ik toch een paar oor prins ben. Ja, dat is met geen pen te beschrijven. Fantastisch, heerlijk. En hij Leumel Nazareth. De eerste activiteit van u, Neuriek, dat zou wel heel geweldig voelen. Ik heb mij echt verheugd om hij in Leumel en Nazareth bij de Brandemakers te komen. Ik wist van hoe mijn professie van het verleden al dichter tot dit het allereerste bezoek is van de staatsprins. Kost me dan bid kan voorbereiden. Ja, en dan staat daadwerkelijk zo wie is tot zijn stijl. Ja, dat is, och, weer dat is met geen pen te beschrijven. Dat kan ik me voorstellen. Heb je nu vanavond nog andere activiteiten op het programma staan? Ja, ik heb vanavond heel veel activiteiten op het programma staan. Ik heb natuurlijk in eerste instantie pas heel kort geleden aan mijn familie kunnen zeggen tot ik prins van Groot Maastricht word. Mijn vrienden hebben het pas gezien wie het masker afging. Dus als trein ga ik naar Hoesto. En daar tref ik mijn nabers en mijn vriend, mijn familie aan. Mijn vrouw wil natuurlijk ook heel veel moeten regelen de afgelopen weken. Daar voel ik me ook heel erg op, zus weer te bezoeken. Ik wens je een hele fijne vastelavond en bedankt voor het gesprek. Gerard en nogmaals TV Maastricht. Je doet goed werk voor de Maastrichter vastelavond. Hou we zo.